Als je geen profvoetbalster was geworden, wat was je dan wel geworden? Ik denk dat ik... Je kan niks anders, hè? Nee. Nou, lekker, Sherit. Zijn we er eindelijk? Ja, wat ligt hier allemaal op tafel, joh? Allemaal post. Nou ja, we gaan even lekker een filmpje kijken, want ik heb gehoord dat we echt... Een leuk filmpje hebben. Binnengekregen. Nou, gaan ze even kijken dan. Hallo, wij zijn India en Evie en we zijn heel groot fan van Oranje Jullie Winnen. En wij hebben een vraag. Als jullie samen op vakantie zouden gaan, waar zouden jullie dan naartoe willen gaan en wat zouden jullie dan willen doen? Waar we heen zullen gaan, denk wel naar de zon, denk je niet? Sowieso. Ja, ik weet niet of ik echt met jou vakantie wil. Ik denk dat jij alles wil doen en ik wil gewoon op een bedje liggen. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel een leuke heel vraag. Heel leuk, echt super schattig. Nou, dan gaan we naar de volgende. Mees uit Kerkdriel. Als je geen profvoetbalster was geworden, wat was je dan wel geworden? Ik wilde vroeger altijd Irene Wüst worden, dus ik denk schaatser. Ja, daar heb je ook wel de beentjes voor, vind ja, ik. Ja, echt van die bovenbenen. Ja, echt zo. Je hebt ook een beetje Fries bloed, hè? Friese roentje. Beentje, hè? Ja. Ontjen. Onmond. En nu jij, wat zou jij dan doen? Ik denk dat ik... Je kan niks anders, hè? Nee. Lieke uit Emmeloord. Met welke leeuwin lijkt het je leuk om één dag van leven te ruimen? Ik zou toch wel het leven van Merel van Dongen misschien willen. Merel heeft altijd goede verhalen. En dan denk ik echt, hoe kom je hierop? Die heeft ook zoveel fantasie, die meid. Gewoon, ik zou meer gewoon de gedachtegang van haar willen meemaken. Ja. Naomi uit Jisp. Jisp? Jisp. Echt? Dat is echt naast mij. Ja, Jisp. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Nou, groetjes aan Naomi als ik je ooit tegenkom. Welk onderdeel van de training vinden jullie het leukst om te doen? Kleine partijtjes. Die doen we echt nooit meer. Dus is een hint. Jij het. Ik vind dat ook wel leuk. Ook als je verliest? Nee, dat maakt me niks uit. Ik kan sowieso niet tegen mijn verlies. Pim uit Glimmen? Glimmen. Wat is de beste grap die je ooit met een teamgenoot hebt uitgehaald of zij bij jullie? Wij hebben dat niet zo erg in een groep om elkaar een beetje... Hebben ze toen ook niet een keer iemands bed nat gemaakt? Is toen toch suiker in het bed. Bij wie was? Daar was ik niet bij, maar dat heb ik gehoord. Ja, met Lieke en zo, suiker in het bed met Daan. Dan waren we nog een beetje in een rebellenfase, dus dat was heel leuk. Ja. Hier ligt nog iets, hè? Ja, ik ga wel openmaken. Doe jij maar openmaken. Hou je van verrassingen? Ja, ik vind het leuk. Ja. Oké, we gaan wel geraden wat dat is. Een armbandje. Oh. Echt? Juist. Allemaal armbandjes. Voor ons. Ja, kijk hoe leuk. Oké, wacht. Oh, dat wil ik even zien. Kijk hoe leuk. Misschien zit jij er net niet bij, want je bent even weg geweest. Liesekop, alstublieft. Hey. Met een hartje zelfs. Oh, kijk. Dit is echt super lief. Want ze vindt het weer fijn dat je terug bent. Ja, dat vind ik echt schattig. Ik niet soms, maar... Kijk eens. Hij past precies. Ja, echt mooi. Ik ben Guusje en ik ben 13 jaar oud. Ik ben echt al heel lang fan van jullie. Daarna wilde ik heel graag iets voor jullie maken. Zo ben ik op het idee gekomen voor jullie allemaal een armbandje te maken. Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Nou, dankjewel Guusje. Ja, heel echt, lief. Echt attent. Ja, echt hartstikke bedankt. Dankjewel voor alle fanmail. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. We nemen alles mee en we gaan ze uitdelen. Doei. Doeg.